Liefhebbers van rips kennen allemaal het merk Zar van de Formenti-werf in Motta Visconti in Noord-Italië. De boten zijn zeer kenmerkend gelijnd en hebben een stevige prijs door het extreem hoge kwaliteitsniveau. De werf ontdekte dat sommige mensen hun boten met de kenmerkende gebogen lijn niet mooi vonden. Ook wilde de werf kleinere en wat goedkopere opblaasboten op de markt brengen, zodat mensen binnen één merk kunnen doorgroeien naar een grotere Zar. Daarop besloot de familie Formenti om klassiek gelijnde rips op de markt te brengen, maar met de kwaliteit die de mensen van Zar gewend zijn en een iets gunstige prijs. Dat werden de Zar Minis, opvouwbare opblaasboten en aluminium rips. Er zijn 5 verschillende lijnen. Fun, Alu, Air, Rip en Luxe. Wij varen vandaag met de grootste Zar Mini, de Luxe 18. Dit is een echte rip met een aluminium bodem en het geweldige Zar onderwaterschip. Net als de andere Zar Minis zijn de boten met PVC of Hypalon tubes verkrijgbaar. Je kunt de rip zelf opbouwen, maar deze Luxe 18 is al behoorlijk compleet. Zo heb je op een kleine rip van nog geen 6 meter een vlakke vloer, een ingebouwde brandstoftank en ijzersterke reling op de console om je vast te houden. De stevige boegstep is de ideale plek om de boot op te stappen. Bij een rip zijn de binnenafmetingen altijd belangrijk, want de buitenmaten zeggen door de dikke tubes niet zoveel over hoe ruim de boot voelt. Deze heeft 4,50 meter lengte en 1,31 meter binnenbreedte, dus plek genoeg om lekker met een gezelschap te kunnen varen. Het maximaal toegestane vermogen is 115 pk, maar hier is gekozen voor de iets bescheidener 100 pk Honda. Dat is een viercilinder met allerlei Honda Formule 1 technieken, zoals variabele kleptiming voor extra power in de bovenste toerentallen en blast voor snelle acceleratie vanaf nul. De topsnelheid ligt bij deze combinatie rond de 65 km per uur. Dit is een mini mega maxi rip met fabelachtige vaareigenschappen. De boot is licht, weegt maar 395 kilo en vliegt als een zwaluw over de golven. De Zar Mini Luxe 18 kost €22.755 met PVC tubes en een Hypalon €26.785. De Honda 100 pk kost ongeveer 13.000, dus samen ben je iets meer dan €35.000 voor deze combinatie kwijt. Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op www.zarmini.nl.